Aan tafel zangeres Femke Louise, een van de BN'ers die meedoet aan deze actie. Ten eerste dapper dat je hier bent, want ja. Er is heel veel over je heen gekomen vandaag. Je kan ook zeggen, ik heb geen zin meer om erover te praten. Maar... ik vind wel dat ik er iets over moet zeggen. Ja. Ja. Laten we beginnen bij het begin. Waarom heb je besloten mee te doen aan deze actie? Nou, in eerste instantie, ik kreeg een appje binnen van... hey, wil jij hier aan meedoen? We willen zoveel mogelijk mensen verzamelen om deze actie te supporten. Was dat iemand die je kende? Ja, dat was iemand die ik kende. Dat was toevallig Busy. Een andere artiest? Ja, een andere artiest. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, ik ga meedoen. Want ik heb hier wel een hele sterke mening over, eigenlijk. En, wat was dat? Wat was die mening? Dat gevoel wat jou aansprak, dat hij jou vroeg om mee te doen? Welk gevoel bij jou werd aangesproken? Ja, ik heb dat dus eventjes... het is best wel een gevoelig onderwerp waar ik mm-hmm. over ga praten. Kijk, ik weet dat er heel erg veel mensen naar mij kijken die ook... dus ik heb eventjes wat dingetjes mm-hmm. opgeschreven. Ik vind ook dat dat gewoon kan. Ten eerste, ik heb superveel respect voor corona in eerste instantie. En, voor corona? Voor het coronavirus, de doden en de zorg en de mensen die dierbaren voor okay, dus zijn. Oké, dus het is niet dat je denkt van corona bestaat niet? Nee, corona bestaat. Okay. 100% dat corona bestaat. En met deze post had ik sowieso een andere intentie. En dat is iets waar ik heel erg...